Paulus sprak die woorden. Ik schaam mij het Evangelie van Christus niet, want het is een kracht Gods tot zaligheid, een ieder die gelooft. Een ieder die gelooft, uit welke stam, van welke taal je ook bent, uit welk land, welke voorfamilie, geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. Dat is de echo van het Evangelie. Denk ook aan Paulus die op een gegeven moment was daar aan het water waar de mensen samenkwamen op de Sabbatdag. Hij predikte het evangelie en er was een vrouw die God diende waar wat hart geopend werd en zij geloofde. Het was Lydia, de purperverkoopster van Thyatira. Thyatira, dat is een van de zeven gemeentes aan wie de Heer Jezus een woord heeft gesproken. Geopenbaard aan Johannes, die het opgeschreven heeft. In de brieven aan de gemeentes. We vinden die brief in openbaring. Het tweede hoofdstuk. We zijn vandaag gekomen aan de vierde brief. Gericht aan een van de zeven gemeentes. De vierde gemeente zouden we kunnen zeggen. Thiatira. Thiatira. Daar is eigenlijk op dit moment niet zoveel meer van terug te vinden. We vinden nog wat restanten wat ons vertelt van de oude historie die hier geweest is. Terwijl Thyatira in de tijd, wanneer de brief aan haar geschreven werd, een welvarende stad was. Ja, daar was een veelgodendienst. Of het nu Zeus, Artemis, Demeter of Athene was, er was volop afgoderij, zoals we dat noemen. Wanneer een andere God dan de God van Abraham, Isaac en Jacob aanbeden wordt, dan noemt de Bijbel dat afgoderij. En wanneer we geloven in Heer Jezus Christus, wanneer wij God lief hebben en Zijn woord eerbiedigen, maar vervolgens ons inmengen met andere Goden, dan noemen we dat afgoderij, maar ook wel hoerij, volgens de Bijbel. Nou, We zullen straks ontdekken dat dit ook plaatsvond in dit Tiatira. Het is bekend vanwege de handel. Zoals we al horen, van purper, de kleding, het Turks rood, komt eigenlijk van oorsprong uit Tiatira. Het rood van het purper. naast het purper was er allerlei koperwerk, de smid. En we zijn zelfs munten gevonden waarop de god van de smid werd afgebeeld. Ook met de vlam. Nou, we zullen ontdekken hoe de Heer Jezus zichzelf hier bekend maakt. Laten we luisteren. Naar het woord geschreven in Openbaring 2 vanaf het 18e vers. We zullen dit woord lezen vanaf de historische plaats in Thyatira. En schrijf aan de Engel de Gemeente te Thyatira: Dit zegt de Zoon van God, die zijn ogen heeft als een vlam en zijn voeten zijn blinkend koper gelijk. Ik weet uw werken, en liefde, en dienst. En geloof, en uw leidzaamheid, en uw werken, en dat de laatste meer zijn dan de eerste. Maar ik heb enige weinige dingen tegen u. Dat gij de vrouw Jezebel, die zichzelf zegt een profetes te zijn, laat leren, en mijn dienstknechten verleiden dat zij hoeren en afgoden of vereten. En ik heb haar tijd gegeven, opdat zij zich zou bekeren van haar hoererij, en zij heeft zich niet bekeerd. Zie, ik werp haar te bed en die met haar overspel bedrijven in grote verdrukking. zo zij zich niet bekeren van hun werken. En haar kinderen zal ik door de dood ombrengen. En al de gemeenten zullen weten dat ik het ben die nieren en harten onderzoek. En ik zal u lieden geven, een ieder naar uw werken. Doch ik zeg u lieden. en tot de anderen die te Tiatira zijn. Zoveel als er deze leer niet hebben en die de diepten des Satans niet gekend hebben, gelijk zij zeggen: Ik zal u geen andere last opleggen. Maar hetgeen gij hebt, houd dat, totdat ik zal komen en die overwint, en die mijn werken tot het einde toe bewaart, ik zal hem macht geven over de heidenen. En hij zal ze hoeden met een ijzeren staf, zij zullen als pottenbakkersvaten vermorzeld worden. Gelijk ook ik van mijn vader ontvangen heb. En ik zal hem de morgenster geven. Die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. We zullen samen dit hoofdstuk behandelen, vers voor vers. En schrijf aan de engel der gemeente te de Thyatira, de oudste, de boodschapper van de gemeente. Aan hem is de brief in de eerste plaats gericht. En die mag het weer doorgeven aan de gemeente die onder zijn hoede is. Dit zegt de Zoon van God. De Zoon van God. Niet zomaar iemand. Maar hij, God zelf, die kwam in het vlees. en zichzelf bekend heeft gemaakt als de Messie, als de gezalfde. De Zoon van de levende God. Of God in het vlees. En dan staat er. Die zijn ogen heeft als een vlam En zijn voeten zijn blinkend koper gelijk. Wat een context. Hij die zich bekend maakt met vlammende, vurige ogen. Ja, en die voeten van koper. Thyatira, bekend vanwege de smidsen, bekend vanwege het vuur, bekend vanwege het koper. Hier is Jezus, de Zoon van God. Zijn ogen. Doorlopen de hele aarde. Maar zijn ogen zien ook werkelijk alles. Wat kan er verborgen zijn voor deze ogen, die zo helder zijn als het vlammend vuur? Ja, zijn voeten zijn blinkend koper gelijk, om daarmee als het ware de vijand te vertreden. Ja, zegt de Heer Jezus in het negentiende vers: Ik weet uw werken. En liefde, en dienst, en geloof, en uw leidzaamheid, en uw werken. En dat de laatste meer zijn dan de eerste. Jezus, voor wie alles bekend is, weet van de werken van Tiatira. Hij kent hun liefde, hun dienst, hun toewijding, dat wat ze doen voor de mensen om hen heen, voor de armen, voor de verdrukte. Voor de weduwe, voor de wezen. Ja, maar ook het geloof en het geduld, de leidzaamheid. En uw werken, de laatste zijn meer dan de eerste. Deze gemeente, lieve vrienden, we zouden kunnen zeggen blinkt uit in liefdedienst. In goede werken. En dit is een belangrijk punt om even bij stil te staan. Ik weet uw werken. De werken, wat zijn dat? Dat zijn die goede daden die we doen, die opkomen uit een liefdevol, ontfermend hart. En het is heel belangrijk om in de context van zalig worden en zalig zijn, de goede werken op de juiste plaats te zetten. Want, lieve mensen, niemand van ons kan de zaligheid verdienen met goede werken. Nee, uit genade worden wij zalig op grond van dat wat de Heer Jezus Christus voor ons gedaan heeft. Als wij geloven en beleiden dat Jezus Christus onze verlosser en zaligmaker is, dan worden wij vernieuwd. Vernieuwd in ons denken, vernieuwd in onze hartstochten. Wij leggen dan onszelf als het ware af om in het nieuwe leven te wandelen. En die werken die komen voort uit die liefde die bij God vandaan stroomt in ons hart. Dus werken volgen altijd... Op geloof. Dat is een heel belangrijk uitgangspunt. Dat we niet in een kramp komen als we de Heer Jezus Christus nog niet kennen. En wij denken, wij, ik wil zalig worden. Ik heb God nodig, anders ga ik verloren. Dat je dan met je eigen werken jezelf probeert op te knappen. Je gaat in die Bijbel lezen, je denkt, jongen, jongen, zeg, ja, nee, dit moet wel actueel zijn, ook voor mij. Dus ik ga mijn leven beter, ik ga mijn leven aanpassen, ik ga oude gewoontes. Loslaten en nieuwe gewoontes aanleren. En dan hoop ik op die manier voor God rechtvaardig te zijn. Lieve mensen, dat is niet de weg van de zalige wandel. Het startpunt van een wandel met God is daar waar wij onze knieën buigen. De Heer Jezus Christus omhelzen als onze Verlosser en Zaligmaker. Om dan te mogen weten en geloven dat we met Hem gestorven zijn. Maar dat we met Hem ook begraven zijn. Ja, wat meer is, met Hem zijn opgewekt in het nieuwe leven. En nou komen die goede werken bij God vandaan door de kracht van Christus opstanding. Zo mogen wij meer en meer vernieuwd worden in ons denken, in ons handelen, in onze verlangens naar het beeld van de Heer Jezus Christus. O, wat een wonderlijk evangelie mogen wij vandaag tot ons nemen als we dat woord van God openen. Nou hier, Tiatira, de gemeente, de Tiatira, de gelovige broeders en zusters. Zij blonken uit in de goede werken. Ze waren echt liefdevol, zou je kunnen zeggen. Ze zetten zich in voor hun naasten. Wauw, daar kunnen wij ook een hoop van leren. Om oog te hebben voor de mensen om ons heen die in nood zijn, hebben wij er oog voor. Of hebben we genoeg aan ons eigen leven, onze eigen zorgen die op ons pad komen? En sluiten we onze ogen toe voor de zorg van de ander? Die ander die onze schouder nodig heeft, die onze arm nodig heeft, die nodig heeft dat we luisteren, en soms zomaar een woord van bemoediging spreken of even een stuk meewandelen? Daar waar het alleen zo zwaar is, laten we voor elkaar bidden, laten we elkaar opdragen aan de troon van de genade. Samen het goede zoeken. Lieve mensen, de Heer Jezus die weet alles. Hij weet van die werk, hij weet van die liefde, hij weet van die dienst en van het geloof. En van het geduld. Ja, maar nou komt het. Ik heb enige weinige dingen tegen u. Dat gij de vrouw Isabel, die zichzelf zegt een profeetes te zijn, laat leren. En mijn dienstknechten verleiden dat zij hureren en afgoden of vereten. Wat een ernstige boodschap. Izebel. Doet ons dat niet direct denken aan Izebel, de vrouw van Agab? Izebel, de dochter van een Afgodische priester, getrouwd met de koning Agab, die over het volk van God moest regeren. Zij haatte de God van Abraham, Isaac en Jacob. En zij heeft geprobeerd dat volk ten val te brengen. Ze heeft met haar hoerijen het kwaad gebracht over het volk. Ze heeft de profeten van de Heer gedood. En hier in Thyatira wordt er gesproken van een Izebel die zichzelf een profetes te zijn. En die leert. Ja, de gemeente, de Thyatira, laat deze vrouw leren. Terwijl daardoor de dienstknechten van de Heere God verleid worden. En wat doen ze? Ze hoeren mee en ze gaan afgodeoffer of vereten. Lieve mensen, als we zo samen nadenken over deze verschillende gemeentes, van Efeze, Smyrna, Pergamum tot Thyatira. dan zien we een verval. We zien hoe langzaam maar zeker de leer van de Nicolaïten is binnengekomen. Hoe. De Biliamsleer is binnengekomen en hier hoe de Izebel, een vrouw, de leiding als het ware neemt, overneemt. Ze noemt zichzelf een profetes en zij zet het stempel op de gemeente. Wat zij zegt, dat is waar. Dat heeft ze geopenbaard gekregen. En het hele volk volgt in haar kielzorg. Waarom? Omdat de oudste het niet in de kiem gesmoord heeft. Wij, de ogen die als vlammen vuur zijn, hebben gezien wat er hier in de gemeente hapert. Hoereren. Wat betekent dat hoereren? We hebben het net met elkaar besproken. Dat is afwijken van de levende God om te gaan doen wat tegen zijn heilige wil en wet ingaat. Dat is hoeeren met de afgoderijen. Zo zagen we het ook gebeuren bij Biliam, Balak. Hoe de, hoe de meisjes, hoe de vrouwen de mannen gingen verleiden. En zo meenamen in de zonde. Hoe de vermenging plaatsvond. Vandaag de dag is er niets nieuws. Lieve mensen, we hebben het gezien ook in de gemeente van Pergamus. Hoe al die beelden, die afgoderijen. Die ook hier in Tiatira waren. De kerk zijn binnengedrongen. De gemeente van God. Geen afstand gehouden, geen, geen haat tegen dat wat van de afgoden is, maar het als het ware gepoetst, gewreven en in de gemeente binnengebracht. Als de boeken van de leken wordt het wel genoemd. De beelden, die getuigen van wat er was. Nee, de Heere God zegt: doe dat niet aanbid mij. Je hebt genoeg aan mij, aan mijn woord. Aan de werking en de leiding van mijn Heilige Geest. Laat die Izebel niet over je heersen. Laat die niet manipuleren en je meetrekken in het kwaad. Lieve mensen, is dit niet een beeld ook van de moeder van alle hoerijen, die we Babylon noemen? Vliet het Babylon. Laten wij niet meegaan. In dat wat er al zoveel jaren is gaan domineren over Gods gemeente. Nee, laten wij daar uitstappen, weg uit Babylon. Geestelijk vrijkomen van de overheersing, de machten van deze hoerijen. Dit is zo belangrijk, dit is zo ernstig. Want wat zegt de Heer Jezus in 21, ik heb haar tijd gegeven op dat zij zich zou bekeren van haar hoerij. Wat een langmoedigheid, wat een geduld, wat een genade. God heeft ruimte gegeven opdat ze tot in zich zou komen en zich zou bekeren. Maar helaas, wat staat er? Zij heeft zich niet bekeerd. Lieve mensen, de vrouw. Het is vandaag de dag ook het beeld van de pauselijke overheersing over de kerken. De paus met haar mis, met haar biecht, met haar vormsel, met haar doop, met haar afgoderijen, verering van de heiligen, het aanbidden van de heiligen, het aanbidden van een Maria en van alle anderen die zijn gestorven en heilig zijn verklaard. Lieve mensen, wij mogen afstand nemen van deze. Hoererij. Wij moeten afstand nemen. Wij moeten breken met dat wat niet in lijn is met het woord van God. Lees wat hier staat. Zie, ik werp haar te bed en die met haar overspel bedrijven. In grote verdrukking zou zij zich niet bekeren van hun werken. Er zijn mensen die meehoeren. En nu is de grote vraag. Als het gaat om de kerk en de gemeente, dan hebben we de rooms-katholieke kerk met haar pauselijke overheersing. En dan hebben we allerlei denominaties die meehoeren in hetzelfde systeem, hoewel het misschien anders lijkt. Waar staan wij? Waar staan wij als gemeente? Waar staan wij als individu? Lieve mensen, wat een ernstige boodschap. Moeten wij nu elkaar veroordelen, bekritiseren? Nee, wij moeten met elkaar onze knieën buigen en terugkeren naar de levende God. God heeft. Nog individuen. Ja, God heeft zijn gemeente te midden van de grote verwarring. De verwarring die Babylon heet. God bouwt zijn gemeente. Vandaag de dag. Daar waar het woord van God open gaat. O oh, halleluja, er is hoop. Maar tegelijkertijd een oproep tot bekering. Want als we ons niet bekeren, wat staat er? Zie ik werp haar te bed. Wat is er vandaag over van de gemeente van Tiatira? Ik werp haar te bed, met andere woorden, ik maak haar ziek, ik maak haar krank, ik zal haar vellen. Maar ook diegenen die met haar mee hoeren, die overspel bedrijven in grote verdrukking, als God gaat oordelen, lieve mensen, die zal dan staande blijven. Wat een moeilijke onderwerpen zijn toch deze brieven om ze met elkaar te behandelen? Ontkomen er niet aan om dingen in het licht te brengen. Waarom? Omdat de Heer Jezus in het licht brengt. Het is zo gemakkelijk om je ogen ervoor te sluiten en te denken. Nee, laat dit maar zitten. Hier moeten we niet over spreken. Maar als, lieve mensen, die ogen van de Heer Jezus, die de hele aarde doorlopen van met vlammenvuur, vuurs, met zijn voeten die van koper zijn om te vertreden, degene die opstaan tegen Hem en niet voor hem buigen, moeten wij dan niet eerlijk zijn. Moeten wij dan niet ook luisteren naar die boodschap die tot ons komt. Denken wij dat wij nu zoveel jaar later beter zijn en geen invloeden hebben van een Nicolaïte, van een Biliams en van een Isabels, Zijn wij vrij van de valse profeten en de valse profetessen? Laten we onszelf onderzoeken en met elkaar bidden opdat zijn koninkrijk gebouwd wordt. En wij een weg mogen gaan in heilige aanbidding en verwondering. Opdat niet... Onze goede werken, waar Tiatira om geprezen werd, langzaam maar zeker een valkuil werd om water bij de wijn te gaan doen. Zoveel mensen op ons pad. Zoveel verschillende mensen met zoveel verschillende ideeën. Ach, als we dat woord recht snijden, dan doen we ze pijn. Dan kunnen we de vrede niet bewaren. Dus laten we maar wat stiller worden. Laten we maar niet te veel. Ja, maar daar is iemand bezig en die heeft een andere leer gebracht. Ja, laat maar even. Laat maar. Niet, niet te gauw. Niet te fel. Niet... Niet te, niet te kritisch. Want je maakt zoveel kapot. Het is niet zo erg. God kijkt naar ons hart. Voel je Hem? Voel je hoe we langzaam maar zeker met elkaar kunnen afwijken? En dat terwijl de, de pluim zeg maar van de Heer was: jullie doen goede werken. En ik weet ervan. Maar ach, die goede werken werden langzaam maar zeker tot een val. Die goede werken werden verheven boven de liefde. Tot de waarheid. Ai, wat ernstig. Wat ernstig. Moeten we dan maar geen goede werken doen? Nee, dat is niet het punt. Wij moeten ten alle tijde God meer lief hebben dan onszelf. God boven onze naaste plaatsen. En juist als we dat doen, dan komt die liefde in ons hart om met en voor hem te leven. En om dat woord van hem ook recht te snijden. Want we weten dat het zwaard uit zijn mond uitgaat. En dat zwaard is scherp. Het scheidt van één. Het legt ons bloot. Wee hen die niet willen buigen, die zullen verpletterd worden. O mensen, het woord van God is niet zomaar een boodschap die we langs ons op kunnen laten gaan. Nee, straks zullen we allemaal voor God verschijnen. En wat hebben wij gedaan met het leven? ...wat hij ons gegeven heeft. Kijk en er staat er... Hè? ...ze werd de bed geworpen... ...maar ook haar kinderen zal ik door de dood ombrengen. En al de gemeenten zullen weten... ...dat ik het ben... ...die nieren en harten onderzoek. En ik zal jullie geven... ...een ieder naar uw werken. Hoereren, afgodenoffer eten. Het staat symbool... ...voor het meegaan met de wereld... Het staat symbool voor dat aan te raken, daar plezier in te vinden, dat te eten en dat te drinken, wat God heeft betiteld als het kwaad. God heeft borders gegeven om ons leven, grenzen. En die vinden we in zijn heilige woord. En daar, lieve mensen, vinden we wat rein en heilig is in zijn oog. En op het moment dat wij dan naar anderen het oor leggen en denken van, hé hey, maar wacht even, die man en die vrouw heeft wijze inzichten. Jong, inderdaad, als ik het zo bekijk, ja dat geeft even vrijheid. Welke vrijheid? Lieve mensen, bedenk dat hier de Gnostici zijn binnengedrongen. Met hun filosofieën, de Grieken ook, zijn hier binnengekomen. En ja, zij hebben de overhand langzaam maar zeker gekregen. En is er vandaag dan geen Griekse filosofie meer? Zijn er vandaag geen Gnostici? Vandaag is de wereld vijandig tegen God meer dan ooit. Zalig zijn zij die voor God buigen en dat smalle pad blijven bewandelen. In getrouwheid, opziende naar boven, in het besef dat we het in eigen kracht niet kunnen, maar onder leiding van Gods Heilige Geest meer dan overwinnaars zullen zijn. Hij proeft onze nieren, Hij kent onze harten. Ja, en Hij zal ons geven naar onze werken. Hoe is het met onze werken? Doen wij ze uit dankbaarheid voor God? Welk werk? Ieder werk. Het werk waar we toe opgeroepen worden om de boterham te verdienen. Het werk wat we doen voor de mensen met wie we optrekken en ze zomaar een helpende hand bieden. Als wij. Elkaar steunen daar waar het zwaar is. Of daar waar armoede is. Om daar uit te reiken. Lieve mensen, dat zijn de werken. God kent onze werken. Zowel de goede als de kwade. En daar waar wij kunnen goed doen en we doen het niet. Dan is het volgens Jacobus al zonde. Dat betekent niet dat we van de vroege morgen tot de late avond moeten, ze goed, moeten sloven. En, en rennen. En kijken: van hier kan nog wel wat gedaan worden. Daar kan nog wel wat gedaan worden. En. Nee, lieve mensen, want dan wordt het ons, net als die artieren, tot een val. Niet iedere nood die we zien in de wereld is daadwerkelijk een roeping van God voor ons leven. Laten we daar scherp en helder in zijn. Laten we steeds Gods leiding vragen in ons leven. Hij kent ons werk, Hij weet wat we kunnen dragen en Hij weet waar Hij ons het beste kan inzetten. Nou, hij zal u geven naar de werken. Dat is wat als dit zwaard zo door die gemeente gaat, daar in Tiatira. Hè? Maar, luister, doch ik zeg u lieden, en tot de anderen die te Tiatira zijn, zoveel als ze deze leer niet hebben, en die de diepte des Satans niet gekend hebben, gelijk zij zeggen, ik zal u geen andere last opleggen. Kijk, te Tiatira zijn nog mensen. Die niet zijn meegegaan in deze valstrikken. Wat een zegen. Waar staan wij vandaag? Aan de kant van de Izebels? Of aan de kant van hen die de diepte van Satan niet gekend hebben? Zoals er gezegd wordt, staat hier. Hè? Die andere mensen die zeiden: Nee, jullie weten ten diepste niet. Wat nou eigenlijk echt het werk van Satan is, of jullie hebben nog niet ontdekt wat daadwerkelijk die diepe zonden zijn. Er was zelfs een leer die leerde dat je de zonde moest ervaren tot in het diepste om daarvan verlost te worden. Dus die diepe gruwelen van Satan te leren kennen van binnenuit. Om dan als het ware daar een afkeer tegen te krijgen en er van vrij te komen. Dit is natuurlijk een valse leer. Wij weten wat God omschrijft als zonde, als kwaad. En waar Jezus Christus voor moest lijden en sterven, zouden wij dat gaan uitproberen? Zouden we ons daar niet ver van houden? Nee, wij hoeven ook met onze kennis, die diepte van Satan, niet te leren doorgronden. Wij hoeven met onze kennis niet als de gnostici. Te overstijgen, het aardse. Wij mogen eenvoudig onszelf buigen en verootmoedigen voor God. Want is het juist de nederige niet die hij zal verhogen? Ja, lieve mensen. Deze mensen hier in Theatere werden met de neus aangekeken. Ach, zij hadden deze diepte niet leren kennen. Zij gaan niet mee in dit, in het nieuwe. Ze willen ouderwets blijven. Dat zijn van die stoffigen. Is het vandaag niet hetzelfde? Lieve mensen, wat een verdriet, wat een scheuring en een twist en een is er niet in de gemeente vandaag. Daar waar een broeder of een zuster is die het woord van God voor lief heeft en zo kostbaar heeft leren kennen, dat hij het wil naleven van Genesis tot openbaring, een gruwel heeft tegen de zonde, een afkeer daarvan en daar ook tegen durft te waarschuwen op de juiste tijd, wordt hij niet vaak met de nek aangekeken? Ach. Zo'n onderstoker. Ja, maar laten we denken aan die antipas. Ja, hoe werd hij verguist? Hij was altijd anti. En hij kwam om in het vuur. Lieve mensen, vandaag de dag is het niet anders. Hoewel het mogelijk wat vrediger lijkt. Ik zal u geen andere last opleggen, zegt de Heer, houd maar wat je hebt. Houd maar wat je hebt. Lees maar in 25. Maar hetgeen jij hebt, houd dat totdat ik zal komen. Bewaar je pad zuiver en rein achter mij. Leg je oor niet te luisteren bij de Izebels, bij de Biliam's, bij de Nicolaiten. Maar richt je eenvoudig op mij. Ik zal je leiden. Houd wat je hebt totdat ik kom. Ik kom. Heb goede moed. In de wereld zul je verdrukking hebben, maar ik. Heb de wereld overwonnen. Ik de eerste en de laatste, de onveranderlijke, ben de overwinnaar. En jij in mij meer dan overwinnaar. Houd wat je hebt, totdat ik zal komen. Jezus komt, lieve mensen. Jezus komt. O, oh, wat een blijde boodschap. Hij komt en heel de aarde zal hem zien. Hij zal afrekenen met het kwaad en de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zullen vol zijn van zijn glorie en zijn heerlijkheid. O, oh, wat een vreugde, wat een heerlijk vooruitzicht! Nog even. En alle die Hem lief hebben en die in het leven hebben moeten lijden om zijn naams wil, zullen binnenkomen. Zullen voor altijd bij Hem zijn. O, oh, vertroost elkaar, bemoedig elkaar, scherp elkaar op om ons pad zuiver te houden en nee te zeggen tegen de Nicolaïten. Nee, tegen de Biliams. Nee, tegen de Isebels. Nee tegen de invloeden die er van de wereld, van de Grieken, van de Gnostici, van de welke afgoderij of beweging dan ook binnenkomen die ons aftrekken bij de levende God. Niet om deze mensen te veroordelen, maar om hun werken in het licht van Gods licht te veroordelen. Dit is belangrijk om te onderscheiden. Elkaar lief hebben, maar scherp zijn voor onszelf en in de liefde het voorbeeld te leven. Ik spreek tot jullie in de hoop dat jullie het verstaan. In de hoop dat God, zijn heilige geest, werkt in onze harten door dit woord en door zijn heilige geest. Die overwint, zegt vers 26, en die mijn werken tot het einde toe bewaart. Ik zal hem macht geven... Over de Heidenen. O oh, Halleluja, die overwint. Kom, broeders, strijd die goede strijd. In deze wereld worden we niet geroepen om achterover te zitten. Want we leven in een strijdperk. We zijn op weg als het ware door de woestijn naar het beloofde land. En we zien rijkhalsend verderop uit, maar er zijn vijanden om ons heen. Weest vol goede moed. Wees waakzaam, wees nuchter. Val niet in slaap met de wereld. Laat je niet overrompelen door de heidense overheersing. Kijk, die mijn werken tot het einde toe bewaart, dat zijn die werken die vloeien bij Hem vandaan. He, zoals deze olijven niet kunnen groeien van zichzelf, tenzij die stromen van sap door de takken stromen. Ja, zo is het ook he, bij die. Bij die wijnstok, de heer Jezus Christus die zegt, blijf in mij gelijk ik in u en gij zult veel vrucht dragen. De wijnrank kan met zijn eigen prestaties geen vrucht voortbrengen. Maar het is de wijnstok die de sappen door haar heen doet stromen. Het is God zelf die met zijn almacht vrucht in ons leven wil voortbrengen, zodat we zijn werken mogen werken. Bewaart die dan. Ik zal hem macht geven over de heidenen. De rollen worden omgekeerd, lieve mensen. Macht over de heidenen. Luister verder. Ik zal hem macht geven over de heidenen. En hij zal ze hoeden met een ijzeren staf. Ze zullen als pottenbakkersvaten vermozzeld worden... gelijk ook ik van mijn vader ontvangen heb. Hier worden de rollen omgedraaid. Het is niet meer de heiden die over de gelovigen heerst... maar het is de gelovigen die in Christus over de heiden regeert. Ja lieve mensen, dat betekent niet dat de gelovige wordt opgeroepen om het zwaar te nemen en de heidenen kapot te slaan. Nee, in onze geest mogen wij weten boven deze machten te staan. Maar wat meer is? Nog even en Jezus komt om te oordelen. En dan alle die hem lief hebben en naar hem hebben uitgezien zullen met hem oordelen over hen die de knie voor de Heer Jezus Christus niet hebben willen buigen. Wat een ernstige boodschap! Ja, hij zal ze hoeden met een ijzeren staf. O lieve mensen, we kunnen zo verlangen naar gerechtigheid dat er een einde komt aan de goddeloosheid, aan de zondige opstand van de mens, van de wereld tegen God, tegen Zijn Woord. Tegen zijn kind Jezus en alle die hem lief hebben. Er is niets nieuws onder de zon. Vanaf het begin is de strijd daar tegen Jezus, de gezalfde. En nu tegen alle die het licht in de wereld mogen zijn. Wie zijn dat? Zij die de voetstappen van Jezus volgen. Waarom? Omdat ze hem lief hebben. Omdat ze weten, hij heeft mij eerst lief gehad. En het zijn... Die liefde stromen bij die troon van God vandaan, die door ons heen stromen en ons vernieuwen, ons nieuw maken, ons geven, te verlangen om alle dag voor Hem te leven. Daar zijn lichtdrager zijn. Hij, wiens ogen vlammen vuurs zijn, zijn voeten blinkend koper. Hij ziet ons en Hij kent ons. Laten we onszelf voor hem openleggen: zeggen: O God, ik kan niet anders dan voren met U leven. Leid mij door uw Heilige Geest. Vergeef mij al mijn zonden. Hier ben ik. O lieve mensen, dat is overgave. We hebben het nodig van dag tot dag, steeds weer opnieuw. Om in de bezoedeling van de tijd waarin we leven, waar alles steeds maar op ons afkomt, op ons netvlies komt, in onze oorgang komt, in ons hart kan borrelen. We hebben reiniging nodig. En Jezus Christus, zichzelf gegeven en zijn bloed reinigt van al. Onze zonde. Ja, lieve mensen, luister wat er staat in het 28e vers. En ik zal hem de morgenster geven. Het is donker in de nacht. Je ziet de ster aan de hemel. En dan is daar die morgenster. Je weet het, de dag is nabij. Nog even, het wordt licht. Jezus, die zelf, ook juist in dit boek, de blinkende morgenster genoemd wordt, zegt hier: Ik zal hem, ik zal jou. Jij die vol volhardt. Jij die overwint in mijn kracht, ik zal jou de morgenster geven. Ja, in hem en met hem mogen we lichten. Tot in de eindeloze eeuwigheid. Voor eeuwig bij hem te zijn, die zichzelf gegeven heeft voor ons. Vader, vergeef het ze, want ze weten niet wat ze doen, riep hij uit aan het kruishout van Golgotha. Hij had ons zo lief dat hij de dood verachtte. Want hij zag op ons, die straks in Hem meer dan overwinnaars zouden zijn. En zegevierend zouden ingaan in die heerlijkheid die Hij voor ons bereid heeft. O, alle lof, alle eer, alle roem alleen aan God. Het is genade, genade alleen. Laten we daarin roemen. Laten we daarop drijven. Laten we onszelf zo aan Hem uitleveren. Die oren heeft, die horen wat de Geest tot. De gemeente zegt. Heere, geef mij oren om opmerkzaam te zijn, om te luisteren naar wat U tot mij te zeggen heeft. Wat een boodschap. Aan wie lenen wij ons oor? De Nicolaïten. De Biliams. De Isabels. Jij en ik. U en ik, wij hebben het nodig. Dat we voortdurend bezig zijn met dit woord. Dat we zelf dit woord lezen. Dat we erover nadenken: wat staat hier nou eigenlijk geschreven? En zo dat woord door. Van het Oude Testament tot het Nieuwe Testament. En bidden, Heer, wilt u mijn ogen openen? Wilt u mijn hart, mijn hart openen voor die boodschap? Wilt u mij leiden door uw Heilige Geest? En mij inzicht geven in wat u tot mij te zeggen heeft? En lieve mensen, als we onszelf zo uitleveren aan God. En we zo met hem wandelen. Weet je wat er dan gebeurt? Dan gaan wij vernieuwd worden in ons denken. En dan gaat er een grote kloof ontstaan. Tussen de Nicolaïten, de Biliams, de Izebels en ons. Maar dat kan alleen wanneer we ons erop toeleggen. Want mogelijk staan we onder invloed van de Biliams, de Nicolaïten en de Isabels, En hebben we er geen oog voor. Kom. Laat onszelf onderzoeken. Niemand van ons kan zich verheffen boven de ander. We hebben het nodig om met elkaar te buigen voor God. Ik sta hier niet om te vertellen dat ik het allemaal zo goed weet. Maar ik sta hier om te vertellen dat er een God is die regeert. En dat Jezus zichzelf bekendgemaakt heeft als diegene die de ogen over de aarde laat gaan. Hij die de zeven sterren in zijn rechterhand heeft en door de gemeentes gaat, die zeven kandelaren. Zijn ogen zijn als een vlam vuurs. Zijn voeten zijn van koper. En hij roept op om te overwinnen. Ach, wat een teloorgang zien we hier. De secularisatie, de vermenging, de veelgoderij heeft langzaam maar zeker grip meer en meer gekregen op de gemeente. Maar God zij dank, hij regeert. En alle die zich voor hem buigen, Zullen overwinnen. Hoe kan ik de waarheid weten? Wel, er is een mooi voorbeeld. Er is een leermeester die loopt met zijn leerling te wandelen. En die leerling zegt: Hoe kan ik de waarheid zeker weten? Hoe kan ik die waarheid vinden? Nou, misschien zeg je dat ook wel. De Heer Jezus zegt: Zoek en gij zult vinden. Maar ja, ik zoek en ik vind niet. En op een gegeven moment komt die leermeester met die leerling bij een water. En die leerling kijkt in dat water. En wat doet die leermeester? Die grijpt die nek en duwt die leerling daar onder water. En die leerling die begint te worstelen. En die worstelt harder. Maar die leraar houdt hem onder water. Totdat hij bijna stikt. En hij trekt hem uit het water. En die leerling doet... En die leermeester zegt, jij vroeg net, hoe kan ik die waarheid kennen? Hij zegt, als je net zo naar die waarheid zal snakken en zoeken, zoals je net zocht naar adem, dan zul je vinden. Lieve mensen, zoekt en je zult vinden. Laten wij zoeken om Jezus te kennen. Ja, wat meer is om Hem te volgen en onszelf onbesmet te bewaren van de wereld. De Heere zegen je. Hij geeft je kracht en wijsheid, licht en inzicht, liefde, takt en geduld. Ook als je al apart staat en het soms zo zwaar is. Ook als je voelt dat je niet langer mee kan gaan in die beweging waarin je zit en je eruit moet. De Heer de Zegen, hij geeft je al wat nodig is. Zie op hem, die overste leidsman en volleinder van het geloof. Hij leefde te midden van de godsdienst. Zij wisten het allemaal zo goed. Maar hij moest buiten de lege plaats. Hij moest daar buiten de poort gekruisigd worden voor jou en voor mij. Laten wij zijn voetstappen drukken. Here, hier zijn we. Verheerlijk u zelf in en door ons tot glorie van uw naam, tot opbouw van uw koninkrijk in Jezus naam. Amen. Amen.